Yo mensen van Doe Maar Gamen, leuk je te kijken naar een nieuwe episode van Minecraft Skylar Island Survival. Ik heb er zin in, ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Mensen, wat gaan we deze video doen? Nou, dat is eigenlijk vrij simpel. Ik weet eigenlijk niet meer wat we de vorige video hebben gedaan, daar moet ik even bij nadenken. Ik geloof dat we de vorige video dat mysterieuze huisje hebben gevonden. Dat was een klein huisje, die vonden we vlakbij een bepaalde gravelachtige, bij een soort van gravelachtige strand. Die was geloof ik daar ergens, ik weet het niet eens meer. In ieder geval was hij vlakbij en daar hebben wij wat leuke dingen in gevonden. Daar hebben we namelijk een stone pickaxe in gevonden met andere dingen. En aan het eind van de vorige episode hebben wij al onze items even opgeborgen in deze kisten. En wat het leuke daaraan is dat wij, dit is echt een van de weinige series op Doe Maar Gamen. Ik geloof eigenlijk de eerste serie op Doe Maar Gamen, waarbij wij serieus alles gewoon geordend hebben. Kijk, maar hier zitten alle tools in. Hier zit nog niks in. Dat is nog een lege. Er komen nog dingen in. Hier zit al het steen in. Hier zit al het hout in. Hier zit al het zand en dirt in. Hier zit alle groenten en dingen in. Alle dingen die je kunt verbouwen. Je gewassen, zeg maar. En hier zitten eigenlijk alle random bouwdingen in. En dat is eigenlijk best wel vet, want op die manier kun je heel erg makkelijk spullen terugvinden. Wat we als eerst even gaan doen, is we gaan als eerst even wat signs maken, want ik wil natuurlijk wel even ervoor zorgen dat ik weet welke, in welke kist wat zit. Dat is natuurlijk wel zo chill. Dus ga ik even fixen. Hoppakee, doe ik even zo en dan doe ik dit even. Oh, er waren trouwens een aantal mensen die zich afvroegen welke versie ik speelde. Ik speel op dit moment in de versie 1.6.2. Dat is een vrij nieuwe versie voor de mensen die denken, joh, waarom speel je niet in 1.7, omdat dan de mods er nog niet voor uit zijn, zoals bijvoorbeeld de shader en al die dingen. En die wil ik er wel graag in hebben, want dat vind ik gewoon super chill. Dus eerst dit, en dat zijn tools. Hoppakee, dat is chill, dan weten we dat. Hier zit nog niks in, hier zit steen in. Steen, kijk, dit doe ik niet voor niks, omdat ik dan in ieder geval weet waar ik moet zijn voor bepaalde dingen. Dit is hout. Hout, hoppakee. Dit is zand. Slash dirt. Hoppa, kijk, op deze manier weten we precies wat we moeten doen. Hier zit, ja, hoe doe je dat? Seeds. Ja, gewoon seeds eigenlijk. Seeds. Seeds. Ja, gewoon seeds, weet je. Dan weet ik in ieder geval wat het is. En hier zit random bouw crap in. Random bouw shit. Kan niet. Random bouw shizzle. Ik weet niet of je shizzle op deze manier schrijft, maar dat maakt me helemaal geen ene reet uit. Het gaat me er even om. Dat ik in ieder geval weet waar alles in zit. Want als we nu even moeten doen, is het volgende. Nu moeten we in ieder geval even die signs gaan dumpen. Want die hebben we nu bij ons, terwijl we die niet eens nodig hebben. Dan moeten we... Oh, shit, ik ben vergeten de oriënteermod erbij te installeren. Dat is wat ik wou doen. Ik zat namelijk net voor de episode, zat ik te twijfelen van, ik wou nog wat doen deze episode. Voordat ik ging gaan opnemen. En dat is dus dat ik iets moest installeren. Maar dat ben ik nu vergeten. Maar ja, dat maakt niet uit. We nemen in ieder geval even dit mee. We nemen... Oh ja, we moesten trouwens al dat gravel hebben. Want we moeten namelijk paadjes maken. Van bijvoorbeeld dit huis, waar we nu, dus ons echte huis. Moet ik bijvoorbeeld een paardje maken van gravel naar het mysterieuze kleine huisje. Zodat we daar misschien ook wel wat leuks kunnen doen. Vind ik in principe wel chill. En dan hebben we hier nog niks in. Wat zullen we hierin doen, mensen? Denk eens even, nou, we hebben natuurlijk hout, oké, dat hebben we. We hebben zand en dirt. Wat is nou iets wat hierin kan? Ik denk dingen uit de nether en zo. Oh, mob drops. Hebben we dat nog niet? Ik denk dat we mob drops nog niet hebben. Nee, dan kunnen hier mob drops in, want daar moeten we namelijk ook nog een kist voor hebben. En stel voor, we hebben zo meteen nog een kist nodig, dan kunnen we altijd hier nog eentje doen. En dan kunnen we hier nog eentje doen. Weet je, we kunnen overal nog een kist doen, maar dat zien we vanzelf wel. Het gaat er in ieder geval even om dat we de basic dingen hebben. En ik kijk heel even of OBS wel opneemt, want dat weet ik dus niet helemaal zeker. En OBS neemt op, daar word ik toch zo blij van. Oké, dan gaan we zo even kijken of ik buiten, of ik een schep. Ja, ik heb een schep. Oké, die is alweer bijna kapot. Lekker bezig, Job. Je bent weer lekker voorbereid op deze video. Inderdaad, mensen. Dat ben ik zeker weten. Eerst wat sticks. En hout is ook nooit verkeerd om bij je te hebben. Dus ik neem het allemaal even mee. Ik had namelijk de vorige episode gewoon voor de grap eens even alles weggedaan. Omdat ik dan in ieder geval een beetje overzicht had. Laten we beginnen met het maken van een mooie shovel. Want dan kan ik in ieder geval even kijken. Wil ik het dan vanaf hier zo doen? Nou, dan denk ik wel. Hè? Dat we dan zeg maar dit allemaal weghalen zo. En dan moeten we eigenlijk even een waypoint gaan zetten. Of nou niet zozeer een waypoint. Dan moeten we eigenlijk even weten waar ook alweer het huis was. Kijk, dan kunnen we zeg maar zo doen. En dan heb je eigenlijk een heel erg mooi paadje. En als je dan uit je huis komt, weet je wel. Dan heb je al gelijk een heel mooi paadje. Ik vond dat in principe hartstikke vet. Alleen nu is mijn vraag van waar was ook alweer dat, dat mysterieuze huisje. Want dat ben ik eigenlijk alweer vergeten. Ik geloof, dat weet ik dus niet zeker. Maar ik geloof dat dit deze kant op was. Dus ik ga even een kijkje nemen. Ik wil sowieso een gravel paadje hier naartoe. Naar het water. Dat vind ik sowieso heel erg fijn. En ik heb trouwens Zen's minimap voor de mensen die niet weten wat het is. Dat is het minimap waarbij je precies kan zien waar de hostels zitten. Dus al de mobs en zo. En al die andere dingen. En ik ga even de twee shovels bij elkaar doen. Scheelt mij weer inventoryruimte. Dus dat is chill, hè, dat je dat kan van Minecraft. Kunnen jullie misschien even in de comments zeggen laten hoe lang dat eigenlijk al is? Want ik kan me dat helemaal niet meer herinneren van vroeger dat dat kon. Misschien kan het al sinds altijd hoor, maar dat weet ik niet. Dus dat is eigenlijk wat ik even wil weten. Maar wat we dus even moeten doen, we moeten er dus even van zorgen dat we een aantal paadjes aan gaan leggen naar alle bezienswaardigheden. Zo wil ik bijvoorbeeld een paadje hebben die helemaal naar de bovenkant van de berg gaat. Maar dat duurt natuurlijk nog heel erg lang voordat we dat ooit kunnen maken. Maar dat komt nog wel een keer. Wat bijvoorbeeld heel erg handig zou zijn om te hebben, is een paadje naar het water. Zodat je in ieder geval lekker chill zo naar het water kan lopen. En al die dingen kan doen. Wat we ook nog even moeten doen, is natuurlijk wat gewassen gaan verbouwen. Dus wat we sowieso moeten hebben, is iron, zodat we emmers hebben. En als we dan emmers hebben, dan kunnen we even een hele grote farm maken bij ons huis. Dat zou ook heel chill zijn. Maar eerst even dit zo. Zo.
Dan hebben we in ieder geval even zeg maar een paadje dat ja, naar belangrijke bezienswaardigheden leidt, om het even zo te zeggen. Hoppakee, dan hebben we dat ook weer gehad. En kijk, we kunnen natuurlijk ervoor kiezen om dan het nog chiquer te gaan doen. En dan zeg maar ook wel allemaal ventjes erbij te gaan maken. We hebben toch genoeg hout. Dat kunnen we doen. Ik ga gewoon eens even kijken hoe dat eruit ziet. Als het nou niet mooi is, dan kan ik het altijd nog weghalen. Ik bedoel, dan gebruik ik het voor de kooien van de dieren. Maar het gaat me er even om dat ik even wil weten hoe dat eruit zal zien. Dus ik zal even gaan kijken. Ik heb hier 28 ventjes. Maar dat kan best mooi zijn. Alleen ik weet niet of dat, ja, of dat er een beetje mooi uitziet bij de stijl die ik bouw, zeg maar. Maar misschien is het wel wat. Ik heb geen idee. Laten we het maar gewoon eens even gaan proberen. Ja, dat het wel vet is. Ik denk het hoor, maar ik weet het niet zeker. Zo. Dan zou het zo zijn. Ja, ik weet het niet. Dat ziet er wel leuk uit. Alleen dan moeten we het zeg maar echt helemaal naar die kant toe doen. Dat is een beetje het nadeel. Maar het zou wel kunnen. Maar ik zit nog een beetje aan te twijfelen of het wel mooi staat. Dat zou in principe wel vet eruit kunnen zien. Maar ik weet het niet. Wel het voordeel hieraan is. Is dat we dan zeg maar hier vakken erbij aan kunnen bouwen. Hier fencegate kunnen maken. Zodat je heel erg makkelijk naar je koeien en paarden kan. En al die andere shizzle mechanismen. Ik weet trouwens niet of paarden hier al in zitten. 1.6.2. Of kwamen die in 1.6.4. Dat weet ik niet eens. Maar moet je nagaan. Maar dat maakt in principe helemaal niet uit. Nu hebben we in ieder geval. Laten we dit maar even gaan doen. Dan pakken we gewoon even een stack met dit. Stack, ja, stack output, nice. Dan ga ik even naar beneden en dan ga ik eens even, ja, ga ik even wat shit fixen. Waar is ook alweer de workbench nu? Heb ik die nou weggehaald net? Nee, toch? Die staat hier. Oké. Okay. Ik heb geen workbench in mijn huis voor de mensen die zich afvragen waarom niet. Omdat dat niet helemaal paste bij de manier waarop ik het wou hebben. Dan ziet het er niet meer mooi uit. Ik maak echt super veel ventjes, want ik heb toch genoeg hout. Ik heb dat de timmermod, voor de mensen die niet weten wat het is. Jak de onderkant van de boom weg en alles wat erboven zit, dan heb je dan gelijk. Zo, dit is wel genoeg. Jullie denken allemaal, ja, Job, tuurlijk is dat genoeg. Joh, dat is veel te veel. Maakt niet uit, maar niet uit. Je kunt beter iets te veel hebben dan iets te weinig, weet je. En ik denk ook wel dat we meerdere... ik wil ook nog hele mooie bruggen shit gaan maken. Maar dit is even hoe het er in het begin uit moet komen te zien. En het zal wel chill zijn als ik even een iron shovel of zo heb. Dus ik denk dat we de volgende video moeten we even gaan minen. Want we hebben dus emmers nodig, zodat we water kunnen gaan voeren voor onze gewassen. Want we gaan dus echt een prachtig mooie wereld hiervan maken. Maar we hebben dus ook gewoon tools nodig van iron. Zoals bijvoorbeeld een iron shovel zou heel erg chill zijn op dit moment. Dat zou ik goed kunnen gebruiken. Maar dat heb ik nog niet. Ik vind die paadjes wel heel erg mooi. De paden naar geluk. Dat is echt prachtig. De paden naar geluk. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Oké. Okay. Heeft een hele betekenis, mensen. Daar gaat het om. En betekenissen, die, daar draait het om. Wat we eventueel ook kunnen zeggen. Want ik ben nu wel heel erg dom aan het doen. Maar, of dom is het niet. Maar ik kan ook dit doen. Weet je, dat is misschien ook wel leuk om te doen. Bedenk ik me net. Ik denk dat het wel vet is. Dan heb je het gelijk. Dan ziet het er gelijk wat speelser uit, om het even zo te zeggen. Dat weet ik niet hoor. Maar dat lijkt me misschien wel gepast. Dus wat ik ga doen. Ik heb trouwens niet eens over een bed heb. Ik geloof niet. En dan doe ik even times a day. Kan dat nog? Times a day? Ik geloof het wel. Time set 0. Weet je waarom ik dit doe? Omdat we namelijk toch de opties op peaceful hebben staan. Dus of het nou dag of nacht is, dat maakt helemaal niet uit. Maar ik ga pas de opties naar normal zetten, zoals ik al heb gezegd. Als de wereld echt goed is, zeg maar. Want anders kunnen we niet echt iets moois bouwen. We willen namelijk echt een mooie wereld hiervan maken. Dus dat ga ik ook helemaal fixen. En wanneer we dan lekker veel tools en shit hebben, dan gaan we het op normal zetten. En dan gaan we echt PvP'en. Dan gaat het echt hardcore worden, om het even zo te zeggen. Maar dat is nu nog niet, maar dat is bijna. Zo. Ja, dat ongeveer over 3 episodes wel zo ver is. Want we moeten namelijk eerst even ervoor gaan zorgen dat dit allemaal netjes is. Dus dat is hoe ik het wil hebben. Dit is niet goed, of wel? Zo, nu is hij wel goed of niet? Ja, nu is hij goed. Dan moet ik dit even weg gaan halen. Ik vind het altijd zo moeilijk, hè, dat bouwen soms in Minecraft. Ik weet niet waarom. Ik ben sowieso niet echt een bouwer. Ik ben meer een survivor. Maar ik vind het ook wel leuk om dit een keer te gaan proberen. Want op deze manier zul je wel zien dat ik beter word in bouwen. En dat is wel chill, want ik wil ook beter worden in bouwen. Alleen, dit ziet er niet uit. Er is iets wat ik hier niet goed heb gedaan, heb ik het idee. Of wel? Zit dit symmetrisch? Zo. Ja? Ja, nu zit hij goed. Nice. En dan moet ik dit nog even weghalen en dan kunnen we hier weer helemaal gravel gaan doen. En dan hebben we eigenlijk gewoon een soort van paardje, om het even zo te zeggen. Ik vind het wel chill uitzien zo. Ja, 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 je komt je huisje uit. Loopt hier zo. En ik zit er toch aan te twijfelen om die ventjes allemaal weg te halen. Want ik weet eigenlijk niet of het er mooi uitziet. Zullen we dat eens even doen? Ik denk dat die paarden die zijn leuk, weet je. Die horen erbij. Alleen die ventjes, dat staat gewoon niet helemaal. Dat ziet er gewoon zo. Dan ziet het er gelijk al heel erg. Ik kan niet echt uitleggen. Maar dan ziet het er zo opgesloten uit. Alsof je geen keuze hebt in het leven. Dat je dan wordt gedwongen om ergens naartoe te lopen. Ik vind dat niet chill. Ik vind het gewoon niet chill uitzien. Wat we wel kunnen doen daarentegen, is dat we dit bijvoorbeeld met locks gaan doen. Dat is wel weer een hele belevenis, om het even zo te zeggen. Dat zie je niet vaak, zeg maar. Oh man. Of is dit is lelijker of niet? Het is lelijker. Laat maar gewoon staan. I'm sorry guys, maar je moet het altijd even proberen voordat je het zeker weet hoe je het wil. Zit het nou goed? Ik moet even kijken. Ja, dit ziet er goed uit. En wat we daarvoor kunnen kiezen is dat we zeg maar hier dan een fence gate doen. En dat je dit dan zeg maar het afsluiten. Het afsluiting is. Zo.
Ja, dit zit symmetrisch, of niet? Ja, dit zit symmetrisch. Prachtig. Dan laten we het mooi zo. En dan kunnen we zeggen dat we hier even wat deur plaatsen. Zodat het er iets mooier uitziet. Oh, daar heb je weer Minecraft muziek. Oh my god, doe het snel uit. Ik heb zo schijthekel aan Minecraft muziek. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik kan er echt niet tegen. Ik vind het zulke slechte muziek, Minecraft muziek. Blech. Hou ik echt niet van. Oké, dit ziet er gelijk alweer een stuk spulser uit. En ook nog wel mooi. Dus ik denk dat ik het zo laat. Dit is best wel chill. We hebben dus een aantal paden aangelegd deze episode. Daar ben ik best wel blij mee. Want het ziet er gewoon mooi en flexy. En fancy. Flexy. Wat is flexy nou weer? Fancy ziet het eruit. En dat vind ik chill. Dus ik ga het zeker weten zo houden. En alleen we moeten het even iets geavanceerder maken. Het moet namelijk even iets groter en iets langer worden. Want ik wil het dus tot het water doorgetrokken hebben. Lijkt mij wel zo vet. En dan kunnen we zeggen dat hier zeg maar een afslag komt. Maar het wordt sowieso heel vet, mensen. Geloof me. Het wordt echt super vet. Oh. En wat ik sowieso heel erg belangrijk vind, is dat het er mooi uitziet in deze serie. Dat is echt even iets wat ik graag wil. Zo. En zullen we dan hier een afslag maken? Ik ben alleen nog blij als ik deze episode even de paadjes heb kunnen doen. En dan kunnen we altijd ervoor kiezen om de volgende episode naar een nieuw gedeelte. Oh, kut. Ik heb nog maar 13 overhouden. Moet je zien hoe snel dat gaat. Maar dit ziet er wel kut uit, of niet? Dan moeten we even ook dat deur moet dan even... hier een beetje zo bij blijven. Anders kan het niet meer met die ventjes. Oh, damn, son. Dit is best wel moeilijk om perfect te doen. Zo. Ah, kijk, dit ziet er wel chill uit, denk ik. Als we hier dan ventjes doen, dan zul je zien dat het een stuk flexer... een flex is het, ja. Dat het een stuk mooier uitziet. Oké. Zo. Chill. Het moet natuurlijk niet... Het moet wel een beetje natuurlijk eruit zien. Want het moet ook weer niet helemaal... zeg maar, eruit zien alsof echt iemand het met hem zo heeft gedaan. Maar jullie snappen wat ik bedoel. Het moet wel mooi zijn, zeg maar. Zo, dit ziet er tot nu toe wel mooi uit. Zo. Hoppakee. Oké, dit is mooi, weet je. En dan kunnen we hier kunnen we nog even wat van die ventjes aanleggen, zo. Hoppakee. En hier nog even wat ventjes. Hoppie, 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 hoppie. Dit even weghalen. Oké, en dan kunnen we dit even... En dan gaan we de volgende episode, mensen, gaan we lekker minen. En dan gaan we even wat avontuur opzoeken. Want we willen natuurlijk, wat eigenlijk het uiteindelijke doel is... is natuurlijk dat we ook echt mooie resources gaan vinden. Het is natuurlijk belangrijk dat het allemaal mooi eruit ziet. En dan gaan we ook voor de komende tijd. Alleen, we moeten daarvoor ook iron hebben. Want we hebben bijvoorbeeld buckets nodig. Dat hebben we sowieso nodig. Willen wij überhaupt een farm beginnen. En die hebben we allemaal nodig. En we hebben natuurlijk sowieso een farm nodig. Voordat we koeien kunnen gaan breeden. Ik ben in ieder geval bedankt voor het kijken van deze nieuwe video. Ik vond het weer leuk. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. We hebben deze episode gewerkt aan de paden die naar geluk leiden. De paden naar geluk. Ik ben er blij mee, want het ziet er al een stuk mooier uit. Je hebt gelijk al een beetje het idee dat je in een dorpje zit of zo. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat een duimpje achter voor meer Skylia Island Survival. Ik hoop dat we de 1000 halen. En ik zeg ciao.